Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de afgelopen week tijdens een driedaagse missie in het dorp Godolo in Sipaluwini de lokale gemeenschap bewust gemaakt over het zonne-energiesysteem. Dit energiesysteem wordt binnen afzienbare periode opgeleverd, waardoor het dorp 1x24 uur van stroom zal zijn voorzien. In deze eerste fase van de campagnevoering zijn de bewoners ingelicht over het belang van het opteren voor een huisaansluiting en het belang van het betalen van een stroomrekening. Eveneens is ingegaan op het besluit van de overheid tot het afbouwen van het oud systeem. Het ministerie is nu bezig de laatste hand te leggen aan het distributienetwerk van het hybride zonne-energiesysteem. Het project vloeit voort uit de samenwerking van de overheid met de Global Environment Facility, Inter-American Development Bank.